kidding me? Yo, wat up mensen van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, welkom terug bij een nieuwe Minecraft Skywars op mijn kanaal. En we gaan kijken of we weer gaan kunnen rekken. Ik speel dit keer met een andere texture pack dan mijn normale texture pack waar ik aan gewend ben. Dit is namelijk de Preston Place texture pack van een Minecraft YouTuber die ik best wel tof vind. En we gaan kijken of ik ga kunnen winnen in Skywars. Let's fucking do this. En oh my god, iemand heeft... Ik dacht, oh my god, iemand heeft dingen aangezet, maar het zijn gewoon normal chests. Ik heb gewoon fucking goede keer gevonden. En ik weet niet of dit wat ik nu moet doen wel slim is. Want die gozer staat gewoon stil. Oh god, waarom staat hij stil? Oh god. Oké, ik ga gewoon naar beneden. Want ik weet niet wat die gast aan het doen is allemaal. Maar waarom hij zo raar stil stond, vond ik een beetje freaky. En ik ga gewoon eventjes spulletjes pakken. Is iemand naar mij toe aan het bouwen? Hoor ik dat nou? Nee, dat hoorde ik niet. Ik ben mijn ding aan het verbeelden, omdat ik gek word. Alright, let's go. We gaan het fucking proberen. En let's fucking do this. Oké, er zit dus iemand hier, oh, die gaat lopen chillen. Hey, fuck off, my friend. Ik schiet je ass gewoon dood als je daar blijft staan. Ga niet fucking op mijn left richten de hele tijd. Ga eens even wat doen. Oké, er gaat geen beweging komen bij deze gozer. Dat zie je nu al. Dat is echt zo'n dude die op zijn eiland gaat blijven en alleen maar sneeuwballetjes gaat lopen gooien. Fuck off, weet je. Gast. Oh, god, man. Oh, jeetje, we worden ook van de andere kant beschoten. Gaas. Oh, ik haat dit moment in Skywars het meest van alle momenten. Er is gewoon geen reden om op mij te gaan richten. En die gast gaat daar gewoon blijven. Die gaat gewoon blijven zitten en die gaat mij aankijken. En dan, ja, hij gaat mij gewoon lastig vallen eigenlijk. Daar komt het vooral op neer. Dus dat vind ik een beetje kut altijd, dat gebeurt. Weet je, ik had lang naar de overkant willen gaan. Maar die gast die zit gewoon te chillen. Oh, kijk, hij gaat naar me toe. Dan mag je komen, hoor. Ponk. Nee! Vuile leier! En ik heb hem gewoon kunnen killen. Wat doet hij nou? Gaat hij zijn mattie helpen of zo? Of is zijn mattie niet? Weet ik niet eens. Waarom zou hij hem helpen? Waar slaat het op? Dat is een gratis skill. Het helpt jou alleen maar mee. Kam, pam. Daar ga je. Doei, mattie. Wat de fuck kan jou beschieten, jongen? Pussyboy. Weet je, zelf gaat hij op afstand staan en eigenlijk vrijwel niks doen. Maar weet je, dat gasten word ik zo stom altijd in Skywars. Daar word ik zo moe van. Hier, gozer. Rot op. Rot op. Weet je? Rot gewoon op. Ga gewoon even lekker iets doen of zo met je leven. Ga ook wat doen in Skywars. Want hier... Wat ga je hier nou mee doen? Weet je? Wat word je hier blij van? Om hier te gaan zitten? Een campen? Een eieren gooien de hele tijd of zo? Tenzij die een YouTuber is die een challenge doet... Dat hij eieren moet gooien van zijn kijkers. Kijk. Dan begrijp ik het nog. Maar deze dude zit hier gewoon te chillen. Kijk, hij is al doodgegaan ook uiteindelijk. Dat heeft hij toegevoegd in het potje. Helemaal niks. Oké, ik heb ze allebei. Hatsenflatsie. Dat doe je nog eens in clean-up. Dat klinkt heel kut. Het is altijd fucking om te cleanen. Zeker weten. Maar dit was gewoon even lekker. Gewoon, ik kom aan. Plop. Eentje is rug. Tok. En hij was dood. Hartstikke makkelijk. Hoeveel tegenstanders heb ik nog? 3. Dus ik en 2 anderen zijn nog over. Ik heb een diamond pickaxe. Heb ik op 9 staan. Ik heb genoeg blokken om te bouwen. Nou, op zich valt het wel tegen hoeveel blokken ik heb. Nou ja, met deze 27 moet ik vast wel nog mijn andere tegenstanders kunnen vinden. Dus we gaan het gewoon even doen. Dus ik ga naar mijn eiland hiernaast. En, oh, daar zit iemand. Kijk, hij zit hier. Maar die gast zit beneden. Waarom zit hij daar beneden de hele tijd? Waar is die andere dude? Die is daar. Fucking full diamond zit hij. Op zijn eiland gewoon stil. Hetzelfde geldt voor deze. Hij is eigenlijk nog nergens naartoe gegaan. Oké, hij gaat dus omhoog bouwen. Gast, fuck off. Dat gaan we dus even niet doen. Gewoon. Oh god. Oh god, waarom zit hij dit nou te doen? Oh my god, wat doet hij veel damage? What the fuck, die knockback van die gozer? Ik ga je motherfucking rekken, you little scumbag! Easy peasy lemon squeezy, bro. Yeah, GG. Zo, dat was eventjes een potje die uit mijn tenen kwam, hoor, deze overwinning. Goh, gast het goede gear, man. Jesus, hij was sterk. Maar goed. Ik heb hem. Daar gaat het om. En dan zit de laatste. Zit gewoon letterlijk nog helemaal op zijn eiland. Gewoon stil te staan, zeg maar. Are you kidding me? Dat soort gasten, jongen. Echt. Hoezo speel je het spel dan, weet je? Dan is het toch niet leuk om zo te spelen. Dat begrijp ik dus voor geen ene meter, weet je wel. Hij heeft gewoon letterlijk gewoon nog niks gebouwd. Niks gedaan om ook maar van zijn eiland af te komen, zeg maar. Hij heeft alleen maar gezorgd dat niemand op zijn eiland komt. Hij speelt dus letterlijk echt als de grootste...
pussy eigenlijk die je maar kan zijn in dit spel. En dat is altijd een beetje irritaties opwekkend voor mij. Oké, okay. Want ik ben daar totaal niet van. Ik wil gewoon gaan, weet je wel. Het duurt gewoon lang. Ik wil gewoon gaan. Ik wil die chappie even afmaken. En dan ga ik naar het volgende eiland toe. En dan ga ik dat doen. En dan zo. En dan ga ik hierop. En dan ben ik in zijn buurt. Maar hij heeft gewoon nog niks gedaan. Zie je dat? Er zit ook nog niks van een soort van bruggetje. Nee, het is gewoon helemaal niks. Dat komt omdat hij doet de hele tijd zit te campen. Ik heb ook geen arrows, dus dat maakt het nog irritanter. Wat ik wil doen dan, is gewoon naar hem toe gaan. Maar die gast heeft er totaal niks aan, zeg maar. Hij wil het gewoon niks van weten. Hij gaat gewoon zorgen dat ik niet kan komen. Dus, dan moet ik dit gaan bouwen. En dat is dus een soort... een bruggetje, waarbij je zeg maar niet eraf kan vallen. En dat haat ik, om dat op te bouwen. Ik wil gewoon naar de overkant. Ik wil gewoon met hem chillen, weet je wel. Maar deze dude, die heeft echt zoiets van... no way, Jose. Dat gaan we niet doen. Zie je? Oh my god! Please, ik heb arrows nodig. Ik heb maar één arrow. Hier word ik zo bullshit van. Ze moeten echt gewoon enderpearls erin fixen gewoon. Oké, dan doe ik het even zo. Oh god, ik heb nog maar 17 blokken om te bouwen. En dan wil ik het zo doen. Dat ik hier... Godsamme jongen. Dude, waarom? Why? Gewoon waarom? Weet je waarom? Vraag ik me altijd af. Gewoon waarom? Kijk, als ik één keer verkeerd kom... Dat is nu. Had hij kunnen gooien. Dan was hij misschien dood geweest. Weet je waarom doet hij dit? Gast! Bowser! Oh, ik wil op zijn eiland komen. Zodra ik op zijn eiland ben, jongen. Oh, jongen, dan ga ik hard. Maar ja. What the fuck doet hij? Hij zit letterlijk gewoon te jumpen en... Oh, schapenmanneke. Het is nog een Nederlander ook. Of een Belg of zo. Hey, vriend. Ik ga het krijgen ook, hè. Oh, dit was zo spannend. Hij had zulke goede gear, hè. En toch gaat hij campen met zijn TNT. Oh, wat een smeerpijpje. Maar GG, ik had hem lekker gedaan. Winner, winner, chicken dinner. Woe! Oké, jongens, potje nummer 1 ging hartstikke lekker. Daar ben ik hartstikke blij mee. En op naar potje nummer 2. Hopelijk ga ik deze ook kunnen winnen. Dat zou me heel erg blij maken. Want dan ga ik gewoon lekker. En daar hou ik van. Let's fucking do this. En hopelijk zijn er niet weer van die vuile campertjes die ik de laatste tijd zoveel tegenkomen in Skywars en waar ik gewoon van denk van, waarom doe je dat? Waarom ga je campen in Skywars? Dat is toch fucking saai? En ik maak even mijn chests open en wat zit erin eigenlijk qua gear? Nou, leather boots. Oh kijk, hier leek het meer op. Dus ik heb nu leather boots eigenlijk en een 3 chests. Dus eigenlijk word ik hier ook niet zo heel vrolijk van. Maar goed, ik heb in ieder geval wel een diamond body. Dus dat is wel chill, maar nu is het tijd om dan in de aanval te gaan. Oh my god. En die dude naast me, die trekt gewoon met full iron naar buiten. En een enchanted bow. Hier word ik nou ongelukkig van. Nee. Waarom hit je me Mattie, mijn tegenstander? Niet doen. Hebbes. Hallo. Oh, dat was super irritant, jongen. Die gaf zijn bow gedeeld. Dus, wat zit je ons te storen? We zitten in een PvP battle, man. Rot eens op. Ga je eigen battles uitzoeken, man. Eikeltje. Godver. Ik heb nog steeds geen keer van deze gast kunnen pakken. Hij heeft ook wel niks. Are you serious? Ja, die heeft hij ook al geopend. Oh, kut, man. Wow, het lagt. Je zit de hele tijd op te schieten en dan wil je nu ineens teamen? Dat gaat er niet door, hè. Dat dacht ik even niet, jochie. Doe normaal. Oh, yes, ik heb hem. En ik heb zijn gear. Je gaat heel arrows op me schieten en dan ga je vragen om team? Are you kidding me? Dikke doei, vriend. Daar hou ik niet van, hè. Weet je wel, van die gasten. Oh, wacht. Oh, ja, shit. Ik ga het op schieten. En dan op een gegeven moment... Oh, kut. Hij is best wel goed in PvP. Oh, laten we dan maar gaan teamen. Ja, dat is niet de bedoeling. En waarom zijn die twee nou een team met z'n tweeën? Daar hou ik niet van, teamers. Ik doe eigenlijk maar één ding met teamers. Dat is heel simpel. Maak ze af. Kom met je teamers, hè?
Kom maar op, jij vuile mietje. Oké, hebben ze. Dat was eventjes even een stukje wat ik eruit moest gooien. Want hè, als mensen gaan teamen, jongen, dan kan ik zo slecht tegen. Waarom doen mensen dat? Teamers en campers. En normaal al campende teamers. Waar ik ook wel eens last van heb. Maar goed, meestal, sommige teamers, als mensen gaan teamen, zijn ze niet goed genoeg om zelf te spelen. Dus dat is dan wel weer meestal wat er gebeurt. Oh, nee. Laat het niet de apple. Ja, lekker. En de kill gaat naar mij. Op. Op! Wat heb ik nog nodig eigenlijk? Boots. Oké, wacht. Er wordt heel beschoten van die kant. Dat wil ik helemaal niet. Ik zoek eigenlijk boots. Zitten hier boots tussen? Nee. Zitten hier boots tussen? Nee, ook niet. Maar wel arrows. Dus dat is iets waar ik iets aan heb, denk ik. Ik heb alle stack arrows. Maar dat maakt niet uit. Ik neem nog meer arrows mee. Dat vind ik gewoon chill. Goed, het is toch 1 tegen 1. Ik tegen die andere dude. Maar deze dude, ik zie het al. Die gaat daar zitten. En die gaat daar blijven. Of gaat die komen? Gast, ga niet lopen kampen. Het haalt hij. Oh, ik spring ernaast! Are you kidding me? Oh nee! Dan wint hij gratis. Fuck! Die had ik moeten winnen. Op naar potje nummer 3. Oké, dat was even fucked up. Potje nummer 2 had ik eigenlijk gewonnen. Zo goed als. Maar ik heb die gewonnen. Dus helaas, pindakaas. Mijn eigen schuld. Potje nummer 3. Hopelijk ga ik deze wel weer winnen. Het gaat wel lekker op zich vandaag. Ik heb veel kills. Ik speel lekker. Helaas zat ik daar gewoon eventjes een klein stukje ongeluk. En dat kan iedereen wel eens overkomen. Maar ja, goed. We gaan kijken of het dit keer wel weer gaat helpen. In ons voordeel. Dat ik weer een beetje geluk ga krijgen. Dus let's go. Ik open die chests. Ik heb een broekie. Ik heb eigenlijk alles. Ik heb eigenlijk een volle gear set. Dus dat is wel top. Alleen heb ik vrij weinig bouwblokken. Zie ik. Dat is wel minder top. Maar ik zie ook dat ik op deze map, dus candy, vrij weinig blokken ook nodig heb om naar de tegenstander toe te gaan. Dus dat ga ik even doen. Kijk eens boven hem. Misschien heeft hij nog niet gezien. Gaat hij. Nee, is door. Surprise. Dat is grappig. Gewoon echt zo één tikkie. Hoi, tikkie. Even kijken, het is achtergelaten van mijn lapis. Dat is altijd wel handig. Dus dat is mooi. Super top. Even kijken hoor. Hoppakee, we gaan eens even checken wat ik nog meer kan doen. Dit is toppie. Alleen, ik heb één klote stukje. Dat is dus inderdaad dat ik geen bouwblokken heb. Dus ik ga even dit weghakken. Ik heb helaas geen andere shizzle. Oh, kijk, wat ik kan doen. Is, ik heb wel een axe, dus ik kan even... Het is een boom. Dat had ik niet door. Maar het is een boom, dus blijkbaar. En die boom kan ik hakken. Ook planks overmaken en andere planks. Paf, paf, paf. Heel goed. En dan heb ik ook planks. En heb ik nu wel genoeg om weer te gaan bouwen naar een andere persoon. Alleen, deze zit nogal ver weg. En die is al 3 eilanden verder. Dus dit is best wel een creepy stukje bouw wat ik doe. Kom op, deel. Ja, helemaal goed. Dan gaan we. Hup. En we gaan kijken of ik die gast kan jagen. Hij is geaccused van hacks. Ze denken dat hij hackt. Really, bro? Ga je dit dan doen? Gaat hij dat doen? Gaat hij zijn eiland een stukje weghakken? Ja, dus. Really, gozer? Je gaat dit doen? Je gaat daarop. Wauw. Ga je zo spelen, dude? Reels? For reals? You gonna play? Ga je zo doen? Oh my god, hoe kan je zo faggotachtig zijn dan? Oh, ik val er bijna weer naast. Oh my god, waarom zijn mensen zo? Oh, ik kan het gewoon niet begrijpen. Waarom wil je dit spel zo spelen? Ik kan er bijna van janken gewoon. Van hoe, dude? Waarom speel je dit spel op deze game manier? Oh mijn god, gewoon. Ondertussen heb ik echt die gasten helemaal aan het looten en shit. Dus ik ben echt veel te veel tijd aan het wasten. Dat is zo'n drol, weet je. Waar is die dude sowieso naartoe? Dat is 1. Nou, hij is een stukje doorgelopen. Dat betekent dat ik ook weer door kan lopen. En naar zijn eiland toe kan. Oh, waarom registreert die hits niet? Hallo, hits. Maar ja, ik heb hem. Goed, top. Dat gaan we niet doen hoor, vriend. We gaan niet op mijn eiland komen zomaar graag. Ah! Get fucking killed! Ha! Get wrecked, kiddo! Dit was echt zo grappig. Ik schoot hem 1 keertje. Plop! En hij liep zelf achteruit en viel eraf. Oké, waar is die laatste? Waar is die fucking laatste? Waar is die laatste? Is dat niet die dude die...
Volgens mij is de dude op het eiland naast me nog steeds. Dat hij gewoon naar beneden gegaan is. Dat hij daar is gebleven. Want ik zie nu geen naam. En met Optifine... Ah, check hem helemaal daar! Oké, als ik hem raak van 4 krijg, voor jullie 50 euro. Ah, helaas. Hé, ik was te proberen. Oké, even kijken wat ik nog meer kan aantrekken. Want die moet ik wel 4 hebben. Die op 5, die even weg. Die heb ik niks aan. Betere helmet heb ik niet op het moment. Dus dat is wel klote. Ja. Dat gaat er dus niet worden. Oké. Oh, dan ga ik bijna eraf. Dat soort dingen moet ik nu wel even oppassen. Dat ik niet weer de finale ga verneuken door zelf ernaast te springen. Ja, dat is eventjes iets wat ik niet moet gaan doen. Wat heb ik net gedaan. Dat is niet zo heel erg cool voor mij. Doe het really. Ga je voor me wegrennen? Ga je voor me wegrennen? Hij gaat voor me wegrennen. Oh god. Ik heb echt wel 5 kills gepakt of zo. Dit is echt zo'n dude die 0 kills heeft. En hij gaat gewoon totaal de andere kant op om mij te ontsnappen. Are you for real, bro? Ben je nu serieus? Ja, hij is serieus. Oké, hij rent serieus weg. Hij gaat serieus wegrennen. Hij rent serieus weg van mij. Hij gaat gewoon totaal expres waar ik ben. Gaat hij helemaal de andere kant op. Oh, kut, sorry. Oh, crap a decky. Dus ik moet hier weer opklimmen. Oké, gelukkig ga ik hier parcouren. Een stukje taart pakken. Hartstikke flat. En dan gaan we weer door. Waar zit die dude dan? Is dit de camp of zo? Ik weet niet waar hij is. Waar is die dude? Ik ben ook. Oh, hij is daar. En dan gaat hij daar campen met een boog? Really? You gonna be like that, bro? Ga je dat doen? Mag hoor. Als je een buddy wil doen. Het liefst niet, want ik word er een beetje chagrijnig van als mensen dat doen. Oh, 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 oh. Ik zit heel 4 keer lava. Ik zit nu 4 keer lava neer. Yo, fuck it. Zoek het uit, ouwe. Ik ga niet blijven wachten de hele tijd. Oh, wat een gozer. Oké, ik heb zometeen wel bouwblokken nodig. Oh, die heb ik. Gelukkig. Ik heb bouwblokjes. Ik heb bouwblokken nodig. Ik heb hem geraakt één keer. Oké. Oh nee! Nee! Oh, ik heb hem! Ja! Ik heb hem 12 uur afval! Ja! GG! Oké, mensen, dit was potje nummer 3 van Minecraft Skywars. Ik heb weer lekker gespeeld. 2 geworden. 1 verloren mijn eigen fucking stomme schuld. Het gebeurt. In ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter nog als je hem awesome vond. Laten we gaan voor 1000 duimpjes omhoog. Ik weet, bij Minetopia lukt het ons. Maar gaat ons ook lukken bij iets wat niet Minetopia is. Laat even 1000 keer een blauw duimpje omhoog. Laat me hartstikke awesome. Ik zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat me wat tot ziens en peace. Make you say oh my. Oké, outro. Oh my.